Goede. Wat ben je allemaal doen, Rick? Ja, jongens, het is aardig krap ingepakt. Ja, het is niet normaal, moet je kijken, jongen. Het is weer zover, hè? Alle afval is opgeruimd. Ik kan die spiegel amper zien. Ja, ik kan ook helemaal niks zien. Kijk hoe ik erbij zit. Deze hengel zit toch in de weg? Ja, het zit allemaal in de weg. Lekker ergotje aan, muziekje aan. Kutzooi, wacht, eerst mijn telefoon. Oké, nou, dames en heren, we gaan er vandoor. We gaan naar Felix van der Merwel, Carpervisser met opnemen. Ondertussen al de vierde nacht. Ja, hè? Ja. Vierde nacht, joh, weer. Lijkbaar. Begin van een nieuwe video. Ja, begin van een nieuwe video, jongens. Dus stay tuned, we gaan nu onderweg. We komen vanuit Groningen. Ik kan hier ergens draaien eigenlijk. Ja, tuurlijk. Nou, onderweg naar de andere kant van het land, 200 kilometer rijden. Ja, is 200 weer. Ja, zoiets is het wel, hè. Het is weer een lekker aardig afstandje. Daar hebben we gekke Gert. Gekke Gertje. En we gaan er vandoor. We gaan er vandoor, hè. Op naar de nieuwe video. We zien jullie zo meteen aan de waterkant, ja? Lekker naar Felix. Zo, even naar Felix. Het is ongelooflijk, hè? Ja, we mogen hoor. Een aardig stukje rijden. 240 kilometer, hè? Ja, we zijn er. Ja, eindelijk, jongen. Ja, daar ben ik. Hey, Felix. Gezellig dat je ook bent. Ah! Oei. Hey. Hoe is het ermee? Anderhalve meter, hè, jongens. Ja. Lekker, boek. Ja, we hebben een aardige reis. Hey. Die zetten we even in zijn P. Hé, hey, wat broer. Kijk, check. Morgen, jongens, luister. Ja. Want we gaan. Luister, Daniel zit die vroeg een vangstgarantie. Ja. Wanhopen. Ik denk dat ik wat geregeld heb, serieus. Ja, als het gek wordt, gaat het echt gek worden. Ja. Maar ik heb wat bedacht, morgenochtend een challenge. Ja. Met ons drieën. Daniel weet al waar het is, maar we gaan ergens heen. Ik weet het wel. Toch? Ja, dan gaan we even de kweekhoven vangen, hè. En dan ga ik aftellen tot 3, serieus. En dan gaan we gewoon kijken wie als eerste zeg maar een vis op de korst gaat vangen. Oh ja, toch? Ja, dat is een verliezer. En een verliezer. En een verliezer die. En de verliezer. Hoe heet dat? Die mag een keer met. Ja, dat vind ik een goede deal. Ja, toch? Dat weet je niet, hè? Zo, dames en heren, frisse fruiten. Nieuwe dag, nieuwe blues. Je kent het wel. We zijn aangekomen op de stek. Yes, en het waait best wel hard. Ja, het waait fucking hard, hè. Maar we gaan de hengeltjes optuigen. Oh. Lichte loodjes staan. Ja, want? Ja, het is een beetje blubberige bodem. Ja. En we gaan pakken vangen. Ja, dat is wel lekker. Kijk maar naar de omgeving ook. Ik ga maar die spiegel. Dat is de echte polder, hè, papa? Dit is de echte polder. Ah, lekker. Nou, ik mag natuurlijk weer even de haringen in de auto gaan halen. Laten liggen. Dan zie ik je zo. Ik geef de camera aan jou, pik. Ja, dan zou ik wel eens even doorgaan. Woe! Hengeltjes klaarmaken en gassen. Zo, dames en heren, de richtjes zijn weer helemaal perfecto. De ene met een Ronnie-rig, zoals je ziet, die komt zo weer over de bodem te staan. En de ander met een squidkril met een Scopex Squid wit pop-upje. Ja, dat is. Dat is wel lekker. En ik ga vissen met tijgernoten. Doe eens gek, hè, tijgertje. Kijk eens, jongens, dit zijn ze, de knallers. Squidkril van Nash. Kom maar op, papa. Zo, Daniel Tiedink. Zo, Chitter van de Aaskoning. De Aaskoning. Waar ga je mee vissen? Ja. We gaan vandaag lekker simpel doen. 60, 70 gram lood. Lekker plat. Het is heel erg blubber hier zo. Dus zo min mogelijk gewicht op de bodem. Met eronder een flink grote fan X-haak. Maatje 4 volgens mij. Yes. Geloof ik. Met eronder twee tijgenootjes. Lekker simpel, hè. Kijk, we hebben gisteren aan de waterkant weer staan koken. Lekker een tijgenoot kopen. Hoppakee. En ik ga niet te moeilijk doen. Er liggen al aardig wat lijnen in het water. Waar ga je hem leggen? Leg hem maar gewoon in. Ik leg hem als eerst even neer. In, hoe je het ook wil noemen. Kijk, we doen echt helemaal niet gek vandaag. Ouwe. Zo, kijk hoe. Het is hier fucking ondiep, kijk. Het is overal ondiep. Ja, maar hier is het zo ondiep. Zo. Kijk die blubber die daar hangt, hè? Ja, maar hier is het echt heel ondiep, moet je kijken. Kijk. Wat dan? Wat was dat plan? Nou, het plan was om dus voor het kantje neer te leggen. Ik heb net verhaal van de blubber verteld. Het is helaas 2 centimeter diep. En kijk die blubber, jongens. Dus ik ga hem gewoon in de vaargo vissen, denk ik. Nou. Oké, moment van de waarheid. Gewoon jolen waterpolen vaargo in. Lekker onderhand. Zag je dat? Dat zag ik.
Dat ging volgens mij niet helemaal goed. Volgens mij ging die er ook omheen. Ik zal ze even laten zien. Dat... Kijk eens. Kijk eens. Dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Altijd scherp blijven tijdens het uitgooien. Ja, die ging wel goed, hè? Ging prima. Die was lekker. Nou, dat doe ik even niet te moeilijk. Kijk eens. Eén goede schep tegens erbij. Tjaka, dat is het. Kim kan de was doen. We gaan lekker hamburgers eten. Felix, is er volgens mij wat maken? Ik ruik het al. Oh, is ja, lekker hè. Chefkok Felix. Hebben we wel verdiend, hè? Coronabox, jongen. Tjaka! We gaan eens kijken bij de chefkok. Daar hebben we de chefkok. Yo, yo, yo. Hoe gaat het met het eten? Ja, lekker. Kijk maar even hier. Oei, 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 oei. Dat ziet er wel even heel lekker uit. Hamburgertjes van de Lidl. En ja, ik ben gewoon even wat lekkers aan het maken voor jullie. Lekker, man. Sausjes van Daniel erbij. Ja, we gaan gewoon even smullen. Dus het gaat helemaal goed komen. Mooi burgertje van Felix. Hey, je chef ook? Lekker, man. Lekker, man. Ja, een burgerproost, proost. Hè? Lekker, man. Zo, dat had ik echt even nodig. Laat jij even zien hoe dat smaakt. Hij is wel... Niet te geloven, jongens, groepjes. Dit is het net alsof ik fan ben van jullie. Geen wie jullie zijn. Ja, ze is fan. Doe even een shout-out naar jezelf. Kom op, doe een shout-out naar jezelf. Vissen ook. Hallo, luister. Dat vissen doet er niet toe. Het plaats eromheen, daar moet je naar kijken. Ook niet fijn voor de film. Ja, tyfus, sorry. Wat gekleurd. Dit is wel weer prachtig voor de film. Ja hoor. Oké, we zijn er weer. Dames en heren, Felix ligt ongeveer een uurtje slapen, zou je denken. Denken we dan. En we gaan nu naar Felix' tent toe. Dan gaan we lekker even aan de piepen strekken. Ja, even lekker shoren. Kleine jongens gewoon, hè. Ja, kleine jongens. Het was weer even een keertje zover. Weet je, een paar jaar geleden, volgens mij bij Wietse voor het laatst. En nu is Felix aan de maar weg. Het is toch altijd wel lachen, hè? Het is wel geinig, hoor. Ook al zijn we 22 en bijna 20. Ja, we gaan ervoor. We gaan even lekker aan die piepen schoren. Hallo. Hey. Wat? Wat is er dan? Hey, good morning, oude baggerboer. Goedemorgen. Hey, gaan we een porn nemen? We gaan een porn nemen. Hey. Hey, hoe is het bevallen vannacht? Kuttrein. Altijd als we filmen. Ja, we hebben geblankt, jongens. Vreselijk. Vreselijk. Wat een ramp. Het is al 9:30 ochtends, dus we gaan pas de wieden weer gaan. Spullen inpakken en wegwezen. Dan gaan we op de course even een leuke kar bevangen. Dat is wel de bedoeling. Ja, dat gaan we wel even vertrosselen, hè. Ja, toch. Kom je nest uit? Ik ga even wakker worden. Vandaag zijn we uitgewist. We gaan even alles klaarmaken, vis op de gevoelige plaats zetten. Felix, je hebt er gewoon twee uitgetrokken vanaf. Ja, en helaas ook nog één inderdaad verspeeld door een slap lijntje. Ja, maar ja, goed. Ik heb ook wel aan iets getrokken vanaf, maar niet aan de hengel. Ja, maar het zijn ook gewoon... Hij bloedt een klein beetje. Het zijn ook gewoon echt leuke, mooie, perfecte schubjes, weet je wel. Ja, en hoe laat had je hem? Dat is heel raar, hè? Ja, de eerste inderdaad om iets van 3:30 volgens mij. En de tweede eigenlijk binnen het uur. En inderdaad niet bijgevoerd, puur alleen een stikkie op die onderlijn. Dus ja, ik denk dat het gewoon even een soort van aastijd was, weet je wel. Want het water is ook nog koud en vooral die eerste vis die reageerde echt onwijs, hoe zeg je dat, van wat fuck gebeurt mij nou. Die was echt nog een soort met van half in winterslaap had ik het idee. Dus, maar goed, daar doen we het zeker voor. Laat jij die andere nog eens even zien. Laat die andere nog eens even zien. Yes, goed, man. Jongen.
Een grote truck, jongen. Ja. Ja, dat zeg je. Ja, we gaan ons ook zo terugzetten. Kijk eens, mooie vis. Het is een polderschip. Nederlands. Echt een polderschipje. Ja. Ah, lekker papa. Kijk, nu werk je tenminste even mee. Ja, ja, ja. Het werd wel een keertje tijd. Hij is gaaf. Ik trek even zo'n mooi shotje. Lekker hoor. Nou, kijk eens. Twee prachtige visjes voor Felix. Ja, op een gevoelige lekker plaats zetten. Oh, heerlijk. Gevoelig. Ja, we zijn gevoelig. We zijn gevoelig hier, mensen. Polder. Polderschupjes van het Felix van de Maal. Felix, die vis was nice. Ja, dat wel. Nou ja, goed. We hebben nog even. Dus we gaan even kijken of er. Korsjes uitgooien, hè? Ja. En misschien nog even één of twee hengeltjes statisch. Lekker man, lekker man. Dus, ander watertje, ander twee watertjes. Dus we gaan deze terugzetten en dan gaan we loes toe. Gaan we loes toe, papa? Wat? Ja, ja, Felix. Ja. Nou, kom maar, jongen. Eerst maar even eentje, even een beetje bij laten komen. Want... Even wat in zijn mondje stoppen. Een vinger. Vinden ze lekker. Lekker haagworsie. Kijk. Wie wil? Daar is nummertje 1. Kom. En nummertje 2. Nou, verwachten. Laat me nou even één keer zien. Bij het mannetje. Ja, gaaf jongen. Nou, hij mag weer zwemmen. Stukje poldergoud. Ja, lekker man. Mooie visjes hoor. Kom maar. Ga dan. Hup. En hij is weg jongen. Tik hem aan ouwe. Tik hem aan. Jonge ouwe. Hoe je het ook noemen wil. Dankjewel Daan. Geen probleem, maat. Wow. Mooie foto's en we gaan zo nog even een bakje vangen. Broeder, broeder! Ja, yeah, we zijn in Frankrijk. Hé, Mimot, Mimot. Mimot, ik ben boer Pummel. Boer Pummel? Boer Pummel. Hé, hey. Hey, ik zou even zo staan. Hé! Poornemen. Oh, hé. Poornemen, poornemen. In een meter en een half. Andal. Hey, het past allemaal. Ja. Lekker jongens, we hebben de auto's voor gegooid. We gaan gaan volgen denk ik met de auto. Ja, en wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We gaan eerst naar een soort met vierkante vijver. En dan gaan we echt even een plaat witbrood inknallen. En dan hopen dat ze even happen. Dat ze happen. En er zit een kooi toch? Er zit een kooi. Er zitten een paar grote graskarpers in. Er zitten volgens mij twee kooi's in. Dus we gaan er een soort wedstrijdje van maken. Gewoon kijken wie er eerst zeg maar op de korst eventueel een vis kan vangen. En dan gaan we nog ergens anders heen. En daar gaan we waarschijnlijk en met de korst en misschien nog statisch vissen. Ja toch? Dus hup, hup, hup! Hoi papa, we rijden achter Felix aan. Ja, en we gaan even korsten. Hey, naar de volgende sec. We zijn lekker druk bezig met de camera's, laptops op de schoot en zo. Even de camera leeg trekken. We draaien papa! Veel gefilmd. Ja. Nou Felix, wat zijn we aan het doen? Ja, we zijn aan het... aan het wachten eerlijk gezegd tot op die karpers een beetje beginnen te... happen op die Costa. Maar hoe heet dat? We zien nog niet echt heel veel. Dus, nee, vooral vorentjes die de Costa eten. Ja, maar Daniel die is nog even een hengeltje erbij aan het pakken voor statisch. Dus, we gaan het zien. Ja, afwachten. Je had Tidik tussen de bosjes. Yo, Chit van de Schee, oude bosjesmeister. Kijk eens, zo gaan we het doen. Single pop-up. Onder het boompje moet hij heel stil zijn. Dan gaan we even een bakker trekken. Lekker. Ja, toch? Nou, die auto van Felix is toch wel een beetje smerig, hè? Doe dat een keer. Oh, oh, oh. Spijt alles onder. Zo. Ja, er zit wel vogelschijf op de voorkant. Hey, Chitter Maestro. Stoppen. We gaan een nieuw watertje. Bleef daar rustig. En we wel even aangevoerd. Snel met twee hengeltjes op de bodem. Twee hengeltjes aan de oppervlakte gaan proberen om toch nog een visje eruit te trekken. En we zitten hele mooie, hè, V? Yes. We gaan een spiegel vangen. Dat zou lekker zijn, hè? Dan hebben we een graskarper, een schub, een zilt. Nog geen brasem. Dat is wel ziek. Dat zou cool zijn. En dat zijn we. Oh, oh. Oh Felix! Oh nee! Strafpunten, strafpunten. Ik ga een doppie. Ken je dat fenomeen? Ik
Krijg een trap in je zak. Ja hoor, dames en heren. We hebben toen nog een brazenkoning. Felix van der Marel. Felix van der Marel. Kijk. Toont het aan. Ja, dit vinden we wel eerlijk. Oh, een schatje, hè? Dat is een soort lekkere. Lekkere lot. Zet de barbecue maar van zo. Eens kijken hoe ik dat kan doen. Ja, dat is een beste lap. Ja. Kijk eens. Daniel, we hebben 4 dagen niet gevist. Mooi snorretje. We moeten weer scheuren. Oké, dames en heren. We zijn natuurlijk al lekker 2 dagen bezig. En jullie zouden misschien wel iets meer willen weten van Felix van der Marel. Buiten al die ongeheimen en gekkerheid om. Dus daarom hebben we een klein interviewtje met Felix. Ja, met geen saaie vragen, maar leuke vragen. Ja, dan wou Felix per se. Ja. Zeg, ja, al die standaard visvragen. Ja. Die beantwoord ik. Wanneer ben je begonnen met vissen? Nee. Dus verros maar. Nou, ja. we hebben een paar vragen bedacht, Felix. En we zijn eigenlijk als eerste wel nieuwsgierig. Wat jouw gekste moment alle tijden tijdens het vissen is geweest. Maar ook echt gek. Moet echt gek zijn. Er zal vast wel iets zijn waarbij je denkt van shit man, dat was wel echt gek. Ja, er zijn wel meerdere dingen ofzo, weet je wel. Maar als er, ja, er steken wel een paar dingen met kop en schouders bovenuit. Nu maak ik me nieuwsgierig. Ik heb 1 keer gehad, zat ik in surfing te vissen op openbaar water. En we zaten op een soort met drijvend ponton. En een vriend van me die zei op een gegeven moment van ja, er komt iemand langs en die wil kijken en die houdt ook van vissen. En ik zei ja, waarom dan? Moet die gast helemaal hierheen komen met een bootje, moeilijk doen, weet ik veel wat. Ja, ik kan geen nee zeggen. Ik leg het hier nog wel uit, bla bla bla. Dus op een gegeven moment stopte er echt wel eens een dikke Audi, zeg maar. Ja. Dus, ja, echt een soort 2 bodyguards met een gast erbij. En die werden dus door die maat van mij opgehaald met het bootje. Ja. Kwamen bij ons zitten. Die gast, nou, dat was gewoon echt fucking boef, weet je wel. Ja. En die zat alleen maar met een stalen gezicht. En hij had al van tevoren gezegd, geen geintjes maken. Gewoon als hij wat vraagt, normaal beantwoorden, geen gekkigheid. Ja. Dus ik dacht van ja, weet je wel, dit is wel serieus. Serieus zo. En uiteindelijk zijn ze weggegaan en was het best wel een soort met gezellig. Ja. Maar achteraf, en het is grappig omdat we het er vanmiddag over hadden, over die hele oorlog die daar is geweest, inderdaad. Dat is echt een ezelsbrug. Ja. Toen vroeg ik dus inderdaad, ja, wat was er dan met de gast, weet je wel? Ja. En toen vertelde de maat van me dat die vent echt, weet ik veel, hoeveel mensen heeft omgelegd en afgeslacht. En ja, echt een soort oorlogsmisdadiger. Ja. Maar ook iemand die van vissen hield. Maar inderdaad, 1 verkeerd woord of 1 verkeerde blik. En een katje gelijk. Nou ja, weet je, dat soort lui. Dus ja, dat was best wel heftig. Dat was spannend. Ja. Maar ja, aan de andere kant, weet je, dat is het ook. Ik bedoel, je gaat vissen omdat je, ja, je weet dat er dingen kunnen gebeuren, maar ja. Dat is altijd aanwezig, die kans. Dat zeker. Voorzichtigheid gewoon altijd geboden of zo, weet je wel. Goed nadenken, dat soort dingen. Ja. Juist. Wie is nou de grootste klootzak uit de karpenwereld? Jouw woord. De grootste klootzak uit de karpenwereld. Jouw woord. Nou ja, goed. Mark Westerberg. Ene met dat met de water, toch? Als er iemand iedereen genaaid heeft, zeg maar. Dan zei dat is wel echt een lul, inderdaad. Maar ja, dat kan je ook niet maken wat die geuze eraan heeft. Hè. Weet je, ik bedoel, nee, ja, ik, nee. Nee, er zijn wel mensen waar ik zo mijn bedenkingen bij heb, weet je wel. Dat ik altijd denk van, ik vind het too much, of moet doe maar nou iets meer normaal. Of, maar om het beestje bij de naam te noemen, degene inderdaad van wie ze weten dat ik ze een klootzak vind. Die weten dat die weten het toch wel. Ja, oké, okay, duidelijk dan. Nee, ja, het verhaal van die Marker is ook wel een beetje gek hoor. Hoeveel geld is het vandoor gegaan? Ja, ik heb gehoord dat dat op een gegeven moment een soort met van 500.000 was of zo. Ja. Flink klappen gemaakt. Ja. Dus dat is wel bizar, weet je wel. Ja. En toch ook wel. Ja, dat
ik snap nooit zo goed dat, dat mensen altijd maar ergens in blijven trappen, weet je wel? Dat iemand altijd maar de boel steeds keer op keer. Want dat was, dat deed hij al jaren terug met andere dingen. Maar dit is een soort met zijn super slag geweest. Ja. Ja. Toen was hij helemaal van de kaart weer. Weet je, en dat is ook het grappige of zo met karpenvissen. Binnen in karpenvissen heb je inderdaad ook gewoon allerlei mensen. Precies. En inderdaad 99% daar kunnen we allemaal goed mee opschieten. En, er is altijd klootzak. Ja, er is altijd 1% die het... die is best. Ja, die is best. Nee. Ja. Ja. Oké, nou ben jij al een aantal jaar aan vissen natuurlijk. Want hoe oud ben je nou precies? 43. Ja, dus dat zijn al aardig wat hemmetjes die even fit zijn. Ja. En heb je nou aan de waterkant, daar waren we nieuwsgierig naar. Punt 1, hoeveel meiden heb jij in je tentje wel niet bewerkt? En punt 2, heb je misschien een keer een populaire meid of een hoge piek of zo uit de karpenwereldje je tentje kunnen krijgen? Ja, je hoeft geen namen te noemen, maar we zijn er wel nieuwsgierig naar. Nou, ik zat vorig jaar wel bijna op dezelfde tijd, op dezelfde plek als Claudia Darma en Simon Kamp. Dat is niet verkeerd. Dus Claudia had uiteraard zeker met mij de tent gedaan als ik dat aan haar had gevraagd. Nee. Dat wel geweest. Ja. Ja. Ja, Lientje van Veen die wou wel, maar ja, natuurlijk, ja, Lientje, ja. Sorry, weet je wel. Ja. Soms moet je nemen. Laurens was me voor, dus geen bekende, maar natuurlijk zat vrouw bij de vleet in de tent, ja. Maar, een beetje een schatting. Ja. Want kijk, wij hebben DVS, die probeert al jaren om die meisje de tent in te lokken. Dat lukt ook wel met enige regelmaat, maar echt succesvol kan ik ook niet noemen. Ik denk toch plus minus wel een stuk of 150. Ja. In de tentjes. In de tentje alleen. Nee, geen commentaar. Geen commentaar. Okay. Nou, Felix is al die tijd dat hij aan het vissen was best wel een bekende pik geweest in het wereldje. Alleen sinds een paar jaar, je zat vroeger bij allemaal grote merken. Zo. Ja. Nou, hoe heb je dat nou verkleurd? Nou, dat is ook wel leuk van. Verkleurd, nou man. Ja, weet je wel, uiteindelijk, kijk, ik kan nu wel zelf gewoon zonder bril ook. Ik kan wel zeggen van dat wel uiteindelijk natuurlijk een soort met mijn eigen schuld is geweest, weet je wel. Want ja, sommige dingen kun je gewoon niet zeggen, kun je niet maken. Er zijn gewoon bepaalde gedragsregels bij bepaalde bedrijven en merken. En weet je wel, dat wordt ook duidelijk vermeld. En weet je wel, doe je het wel, dan kom je er misschien een keer mee weg. Ik heb een keer bijvoorbeeld ooit eerst wel een keer een waarschuwing gekregen bij Nash. En, maar de tweede keer inderdaad, toen, maar dat was ook wel een serieus ding. Maar goed, daar gaan we de kijkers van DW Fishing Team totaal niet mee lastig vallen. Nee. Ik zal wel even kort uitleggen, ik had een soort met onder een alter ego 3 best wel kritische stukken geschreven. En een hoop mensen waren het daar niet mee eens. Maar het grappige nu, zeg maar ruim bijna 10 jaar later, dat een hoop mensen zeggen van ja, je had toch wel gelijk. En grappig is, we hadden het net over Mark Westerberg. Ja. En dat was iemand die ik bijvoorbeeld beschreef in dat artikel van pas op voor die man. En iedereen zei, dat kan je niet zeggen, dat kan je niet over zo iemand zeggen. Nou jongens, kijk eens waar die zit met jullie centen. Hadden jullie toen maar lekker geluisterd. Niemand die weet. Juist. Nee, bizar. En kijk, je gaat nou wel eens vissen in de Balkan en zo, surf en zo, waar ik altijd over praten. Ja. Maar wat is nou nog echt een droombestemming waar je nou een keertje heen zou willen? Wij willen sowieso een keertje mee naar de Balkan. Hongaarse karpers vangen of Servië, waar dan ook. Ja, weet je, als ik bijvoorbeeld daar zou vissen, dan zou ik bijvoorbeeld echt op de Donau of zo willen vissen, weet je wel. Ja. Maar St. Lawrence rivier in Canada, weet je wel, waar die gast, de snijper en zo vist, weet je wel. Ja, ja. Waar je echt die vette runs ziet en zo. Steuren. Ja, steuren. Ja, steuren is Fraser rivier. Is ook volgens mij Canada of Colorado. Ja, of kleine kreekjes. Ja. Maar die St. Lawrence rivier, die staat er echt onbekend, weet je wel. Dat zou ik onwijs gaaf vinden. Ja, Mexico bijvoorbeeld, daar kan je heen. Arriba! Iran, Irak, weet je wel? Iran, ja, man, ja, man. Dat is lijpe shit. Ja, dat soort, weet je wel, dat soort dingen zou ik echt nog wel een keer willen doen. Marokko sowieso, dat bergmeer, dat binnen elke dan. Ja, dat is ook wel iets wat ik echt nog wel een keer graag heen zou willen. Ja, dat klinkt wel goed, hè? Ja.
Dus meerdere dingen, ja. Maar in principe nog genoeg tijd, dus... Ja toch, nou, wij zijn nooit verder gekomen met de carpetbus naar Frankrijk. Dus... Hallo, ik denk dat dat ook dingen zijn wat gewoon te maken hebben met hoe ver kom je daarin. En ja, naarmate je ouder wordt, ander werk krijgt, et cetera, meer salaris, noem maar op, eigen autootje, rijbewijs. Dan wordt die grens die wordt steeds breder, weet je. Ja. En mijn eerste keren waren ook Frankrijk en dergelijke. Maar toen ik, weet ik veel, 25 was of zo, reed ik inderdaad gewoon in mijn eentje 1800 kilometer naar Servië toe. Even daar een paar weken. 1800 kilometer? Ja, een beetje in de rond. Ben je de hele dag aan het rijden? Ja, je doet er twee dagen. Twee dagen? Ja. Ja, wij waren gisteren 250 kilometer in de auto. Nou, dat was zo'n rare stukje. Ja, maar ja, met zo'n ADHD-patiënt staan in tiering naast je wel, ja. Ik doe het ook niet zo makkelijk meer, hoor, moet ik zeggen. Want weet je, ik vind vissen tegenwoordig ook wel een soort met meer sociaal ding worden. Ik vis heel graag alleen. Want dan heb je gewoon het minste gezeik en het minste geouwehoer. En rust. Je kan natuurlijk alles doen wat je zelf wil. Je hoeft met niemand rekening te houden. Maar ik vind het ook zeker leuk om, net als bijvoorbeeld dit uitje. Uitje met de stichting. Lekker uitje met de stichting. Kijk, volgens mij ergens laatst op social media stond er van make carp fishing great again. Als in zeg maar de verbasterde versie van Trump. Ja, ja. Maar toen dacht ik, ja, weet je wel, zo is het wel. Want er is een hoop arrogantie, er is een hoop poeha, er is een hoop haantjesgedrag. Er zijn mensen die zichzelf inderdaad influencers noemen, weet je wel. Ik bedoel, doe gewoon normaal, weet je wel. We doen toch allemaal hetzelfde of zo. Even lekker maar, zo. Maar tuurlijk, je mag echt wel video's maken, je mag echt wel commercieel bezig zijn. Maar probeer dat het niet boven je pet stijgt, weet je wel. Nee. Inderdaad, maak jezelf niet gek of zo. Weet je wel, ja, laat het geen obsessie worden, dat. Blijf vooral genieten en zeker met vrienden. Mooi, nou. Want het is en blijft een hobby, weet je. Tuurlijk. Zo is het ooit allemaal begonnen, hè. En zo is het nog steeds. Ja, mooie woorden. Ja, toch. En we hebben misschien nog wel een tip. Kijk, voor mij. Ik verwoord het een beetje verkeerd. We hebben misschien nog wel een vraag aan jou voor de jonge kijkers. Mm-hmm. Want die hebben we nogal. En heb je misschien, kijk, je bent nou toch alweer 42, 43, nog wat oude mannenraad, wat wijs advies voor de jonge gasten die de films kijken? Nou. Wat je ze echt zou kunnen meegeven, dat je denkt, nou hier hebben ze wat aan. Nou, wat ik vanochtend ook zei, weet je wel. Laat je zelf niet gek maken door anderen. Weet je, heb vertrouwen in wat je doet. Als je denkt dat je presentatie goed is, goed ligt, weet je wel, laat het zo. Maar probeer een soort van continu na te denken over wat er gebeurt, waarom het gebeurt. Draai terug, wat heb je gedaan, dus waardoor gebeurt dat? Weet je wel, een logboek bijvoorbeeld, dingen noteren. Al is het in je telefoon, kan heel goed helpen om een soort weer... even terug te denken van wat werkte toen en waarom. Maar denk vooruit, zeg maar. En denk na vooral over wat je doet. Maar weet je wel, neem af en toe ook even een stapje terug. Want dan zie je het weer wat, wat meer helder, zeg maar. Ja, weet je wel, want je ziet vaak, en zeker bij jonge lui, of mensen die niet veel vissen of wat dan ook, dat ze dan toch een soort vastlopen ergens. Of dat je ze dan hoort zeggen van, waarom hij wel en waarom lukt het bij mij niet. Het is heel simpel, het ligt inderdaad ergens aan. Ga alles terug, weet je wel. Ik noem maar iets, een heel echt soort basisdingetje, wat al heel goed kan helpen, is inderdaad, weet je wel, bekijk bijvoorbeeld altijd de combinatie onwijs goed van je... Hoe zwaar je lood is, hoe lang je onderlijn is, hoe groot je haak is, weet je wel. Of dat al in verhouding is, weet je wel. Yes. Het zijn allemaal van die basisdingen of zo, weet je. Het is geen rocket science. Dat zou ik ze wel willen meegeven, weet je. Houd maak er geen wetenschap van
En als een vis niet wil eten inderdaad, dan kan de beste visser er zitten, die vangt ook verder. That's it. Klaar. Hou gewoon vertrouwen in jezelf. Ja, precies. Vertrouwen, dat is het grootste woord. Vertrouwen hebben in wat je doet. Lekker man. Juist. En mochten wij nou ooit een keertje zin hebben om de kant van de balk om te gaan, en jij hebt vrije tijd. Ja, dan moet je Michiel Pilar en Mark Hofman natuurlijk vragen. Nee. Nou, jij bent de echte balkongids. De Servië, hè? Ja. Servië is inderdaad de echte balkong, dat klopt. Dan mag je echt in de balkong. Ja. Slovenië, dat is zeg maar een beetje Zuid-Duitsland, als het ware. Maar goed, nee, tuurlijk, ik zou jullie met alle liefde meenemen. Ja, gaaf, hè, ja, zeker. Dat is Kijk eens, daar hebben we de popo's. Ja, zeker. Oh, lekker de popo en hij wordt gebeld. Ja. Nou, zullen we deze ding eens even beëindigen nu? Ja. Yo. Hey, super bedankt, man. Ja, man. Kom, laat even een kontje mee zien. Ja. Ja, lekker kapseltje wel. Met de boys. Yeah. Dat is een kruistocht. In spijkerbroek, weliswaar. Oh. Moré. Jongens, wat is er gebeurd? Nou, ik zag een klein stukje liggen. Ja? En ik sloeg aan, maar ik had mijn slipnikkers niet ingesteld. Ik stond nog vrij dicht. Ja? En die hengel die zit altijd al in mijn foudraal. Ja. En moet je even mijn hengel kijken. Nou, een aparte manier van drillen. Dit is wel lekker drillen zo, hè? Jongens, alles wat er fout kon gaan deze dagen is fout gegaan. Maar hij is binnen, hè? Echt, ik ben super knol, maar... Ja, hoe groot... Vis is vis, hè? 4 pond, kijk eens naar je hengel. Kijk eens. Ja, ja, ook een mooie hengel, hè? Jongens. Hey, oude bakken vangen, hè? Kleinste vis die ik in tijd heb gevangen, maar hij is vol door een snoek gepakt. Kijk dan, zo, wat de fuck. Maar gewoon goed gevecht. Ja, even foto. En dan zo snel mogelijk laten zwemmen, denk ik. Ja, zeker. Maar even benadrukken dat het niet door ons komt voor nee, de mensen. Zo, maar het is erg. Het is echt, het is heel erg, je ziet echt alles gek. Ja, snel een fotootje en ik kan zwemmen. Ja, best. Nou. Wat heb je in je handen, jongen? Ja, het zit als een hengel, kijk. Zo, door zo'n mini knoop gewoon, hè? Ja, maar ja, weet je wel, als die in één keer die zo'n lel erop krijgt en de slip zit dicht, dan... Ja, het is ook wel een hele oude goedkope hengel, volgens mij. Ja, echt heel oud, hoor. Nostalgie. Nostalgie. Maar hij had hem wel binnen. Hij heeft hem wel binnen, de pikkenbaas. En ook echt in een minuut of zo. Ja, 1 minuut. Hij stond hier net, we hadden nog niet eens de hengels klaargemaakt. En die chit heeft er een. Ja, je moet scherp ogen. Oh, jee! Lekker papa. Lekker wel. Lekker hè. Lekker. Lekker. Zo maat hè. Maat hè. Die moord hè. Boys. Zo spijt hè, voor de geit. Wat gebeurt. De boys blijven doorgaan. Knollen rossen voor lijf. Ja, dat schoot wel weg. Dat schoot zeker weer de karper weg. Zo'n klein mini plasje. Staan ze hoor. Ja. Allebei petje en zonnebril. Strijders. Het is weer afgelopen, jongen. Tekend voor het leven. Ja, dat wel, hè? Ja. Oh, mag niet, hè? Maar we hebben het onwijs leuk gehad. En we hebben vis gevangen. Dat ook nog eens. Ja, en nou ja, niet overal natuurlijk. Maar maakt niet uit. Het was wel super. En ja, er gaat gewoon een hele leuke video aankomen. Zeker. Maar en, alle video's zijn leuk, mensen. Dat dus, leuk. Wat moet je niet vergeten? Wat moet je niet vergeten? Duimpje omhoog. En als je deze video hebt gezien, liken, uiteraard, en abonneer. Kijk abonneer eens, voor meer. Ja, ik ken het. Lekker. Dus zeggen, tot volgende week dinsdag, 4:30. Hoppa. Je hebt het gehoord. Tjokke, hey, voor herhalen vatbaar? Ja, uiteraard. Sowieso, gedaan. Lekker, later. Man. Hey,